Er is zojuist een grote kei gelegd bij het monument van generaal Barber. Jan van de Stichting Herdenking Oorlog en Bevrijding, jij weet vast wat daar de bedoeling van is. Ja, dit jaar vieren we 75 jaar bevrijding van Gestel. En daar willen we heel bijzondere aandacht aan besteden. Een van de dingen is dat hier heel veel mensen langs het monument komen. En daar staat maar heel weinig informatie. Nou zijn we aan het denken geweest, hoe lossen we dat op? We hebben nou een hele mooie zwerfkei gekregen. En er komt een informatiepaneel op waar de basisinformatie staat van wat is er nou eigenlijk gebeurd op 25 oktober 1944 en wie waren daar de hoofdpersonen bij. Toch even terug naar de kei zelf. Het is nogal een werk, hè? Ja, dat viel niet zo heel erg mee. Want ik heb begrepen van Joost Maardi, die hem hier voor ons netjes heeft neergelegd en ook gehaald heeft, dat hij ongeveer 800 kilo weegt. Dus ik dacht eerst, dat doe ik wel met de kruiwagen, maar dat heb ik maar vanaf gezien. Dus er kwam een verrijker aan te pas en dat was nog niet genoeg, hè? Nee, dat was niet voldoende, want we konden niet helemaal dicht genoeg bijkomen. Dus er is ook nog een ander apparaat, een heftrucje bij aan te pas gekomen. En hij ligt nou mooi op zijn plek. Dankzij jullie handwerk ook nog. Wat ligt hij nou precies goed? Ja, hij ligt goed. Het kan altijd een beetje meer links of rechts. Maar hij ligt in elk geval zo dat de schuine kant boven, dat daar het paneel mooi op kan. En als dat paneel erop ligt, dan druipt de regen en de sneeuw eraf. Dus ik denk dat je goed ligt. Zo. Ik weet wel iets over het aanbrengen van het paneel, wanneer dat gaat gebeuren. Of is dat met de herdenking van de bevrijding zelf? Ja, we willen dat doen ergens richting oktober. Dan zijn er nog meer dingen hier in dit terrein bij de Reuzel. Maar dat komt tezijndertijd allemaal ook in Moergestel Nieuws en zo. En ook op MTV natuurlijk. Van wat er nou precies gaat gebeuren met de herdenking. Oké, hou ons op de hoogte, Jan. Want daar sluiten we dan even mee af, denk ik. Het is, er is ieder jaar toch behoorlijk wat belangstelling hier bij de jaarlijkse herdenking in Moergestel. Maar het is wel ieder jaar een klein beetje minder, hè? Ja, we hopen dat dit jaar veel meer wordt, want de activiteiten zijn wat uitgebreid. We zijn nu bezig, en dat is bijna afgerond, ook om diezelfde dag, de 27e is dat dit jaar, die zondag, om dan 's middags ook nog een beperkt bevrijdingsconcert te doen in de Bogaard. Dus we hopen dat het dan hartstikke druk wordt.